Geliefden, wij willen vanmorgen in deze dienst, waarin verschillende jonge mensen openbare belijdenis zullen doen en waarin er ook gedoopt zal worden, eerst stilstaan bij Gods heilig woord. De tekst voor vanmorgen vindt u in Lucas 24 en daarvan nader vers 34, waar Gods woord aldus luidt. Welke zijden? De Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. We beluisteren in deze woorden de belijdenis van de levende kerk. En dan letten we op twee gedachten. In de eerste plaats de inhoud en in de tweede plaats de wortel waaruit die belijdenis opkomt. De inhoud, de Heere is waarlijk opgestaan. De wortel en is van Simon gezien. Geliefden, we zijn vanmorgen samen in de dienst waarin openbare belijdenis des geloofs wordt afgelegd. Groot moment voor jongeren, voor de gemeente. We mogen zien dat God dwars door alles wat er in deze wereld gebeurt heen zijn gemeente, zijn kerk bouwt. Een moment dus van bezinning en van blijdschap. Maar ook een moment om in de allereerst maar gewoon stil te staan bij Gods woord en wat de Heere ons vanuit zijn woord te zeggen heeft. U is voorgelezen uit Lucas 24. Daar hebben we gisteren, eerste paasdag, bij stilgestaan hoe de Heer is opgestaan. Hij is de levende. En nadat de Heere deze boodschap heeft gegeven aan de vrouwen, zijn er twee uit de discipelenkring, de Emmausgangers, en die zijn, wat teleurgesteld, weggegaan uit Jeruzalem naar Emmaus, ongeveer 11 kilometer. En terwijl ze onderweg gaan en met elkaar praten en min of meer met elkaar eigenlijk in een vrij intense woordenwisseling zijn, laten ze hun teleurstelling blijken over de dingen die er in de achterliggende dagen zijn gebeurd. Ze hadden grote verwachtingen van de Heer Jezus. Maar al die verwachtingen waren met de kruisdood van hun heiland ten onder gegaan. We lezen in dit gedeelte in vers 21. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar hun hoop is veranderd, kennelijk in wanhoop. En zo gaan ze teleurgesteld weg uit Jeruzalem. Emmaus, 11 kilometer. Ongeveer 3 uur wandelen. Op die weg daar naartoe voegt zich iemand bij hen. En blijkt later de Heer Jezus te zijn, die legt de Bijbel uit, de Schriften. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? En nadat de Heer met hen heeft gegeten, wordt hij hen bekend in het breken des broods. Dat kunnen we ook lezen, dat ze dat zeggen in vers 35. Hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Vraag is hoe dat dan is gebeurd. U weet waarschijnlijk nog wel, op Dankdag hebben we gepreekt over de heiland die broden stond uit te delen aan de 5000. En hoe hij dat heeft gedaan. Gewillig, overvloedig enzovoorts. En als het ware, dat beeld rijst weer op. Hij werd bekend in het breken des broods. Een geloofsoog wordt geopend voor de heiland. En hoe hij dan uitdeelt en hoe hij hen dat brood toeschikt. Toen werd hij hen bekend als hun heiland en hun zaligmaker. En nadat de Heer zich aan de Emmausgangers heeft geopenbaard, gaan ze onmiddellijk terug naar Jeruzalem. Ik denk dat ze er heel kort over hebben gedaan om die afstand te overbruggen. En dan komen ze aan in Jeruzalem. En voordat ze als het ware in dat huis zijn waar ze dan naartoe gaan, wordt hen al toegeroepen, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. Ook in Jeruzalem zijn er inmiddels dingen gebeurd die ze niet hadden gedacht en toch zijn gebeurd. De Heer is opgestaan en Simon Petrus heeft hem gezien. En de droefheid is veranderd in blijdschap en de neerslachtigheid is veranderd in verwachting. En als we dan die tekst zo eens bekijken, vers 34, welke zijden?
dan kunnen we eerst even stil gaan staan bij die mensen die daar in Jeruzalem zitten. Hoe kijkt de duivel daar nou eigenlijk naar? En de hel en de wereld? Nou, die hebben niet veel achting voor die mensen daar in Jeruzalem. En de duivel wil ze nog liever vandaag als morgen vermoorden en uitroeien. En daar heeft hij willige instrumenten voor, en dat is het Sanhedrin en alles wat er in Jeruzalem op godsdienstig gebied misschien te koop is. Gemeente, het is vandaag niet anders. De duivel probeert maar één ding, en dat is alles wat van God en van de kerk is, uit te roeien, te vernietigen. Hoe kijkt de hemel naar die mensen die daar zitten in Jeruzalem? Die mensen waarvan staat in de schrift welke zijden. De hemel is er blij over. De engelen, God zelf. En met heilig genoegen heeft de Heer daar zijn gemeente gezien. Want het is het uitverkoren volk van God. Daar in Jeruzalem zijn de 11 discipelen. Daar zijn ook de vrouwen. Daaromheen was er nog een bredere kring van discipelen. U kunt denken aan Jozef van Arimathea en andere mensen die de Heer in verborgen en soms in stilte lief hadden en hem dienden. Zo zijn er in Jeruzalem meerderen, denk ook aan Lazarus en Maria en Martha enzovoort. En die zijn dan waarschijnlijk in Jeruzalem bij elkaar. Dat zijn de schapen van de goede herder. Daar heeft de Heer zijn leven voor gegeven. En uit degene die gij mij gegeven hebt, is niemand verloren gegaan. Dat zijn de kurken waar de wereld op drijft. En tenslotte, hoe kijken die mensen nou naar zichzelf? Hoe kijkt de hel ernaar? Hoe kijkt de hemel ernaar? Hoe kijken die mensen er nou zelf naar? Wie waren ze in de achterliggende dagen? Moedeloze mensen. Hebben gestaan bij het kruis of van gehoord van het kruis. Net als die twee emmersgangers, we hoopten, we dachten, maar hun hoop is de bodem ingeslagen. Dat waren ze. En misschien nog voor een deel nog wel. Maar toch aan de andere kant is het ook een schaar, het is een groep mensen, waarschijnlijk zo'n 100, 120, die hebben gehoord dat de Heer is opgestaan. En Petrus heeft het gezegd, ik heb de Heer gezien. De vernederde is nu de verheerlijkte. De gekomen heiland is nu ook de levende zaligmaker. En hij heeft de Heer gezien en hun droefheid is omgeslagen in blijdschap. En hun wanhoop is omgeslagen in hoop. En zo zien we die mensen daar in Jeruzalem, waar de welke zijden. Zullen we er nog eens naar kijken? Wat zullen die mensen dan tegen elkaar en tegen die teruggekeerde emmersgangers zeggen? Wat hebben wij eigenlijk te zeggen als we elkaar ontmoeten? Toen u hier kwam, toen u vanmorgen, als u getrouwd bent, wakker werd, wat hebben u dan tegen elkaar als man en vrouw te zeggen? Wat hebt u tegen uw kinderen te zeggen op zondag als u naar de kerk gaat? En wat leeft er dan in het diepst van ons hart? Natuurlijk, we moeten ook de gewone dingen een plek geven in het leven. Dat begrijp ik ook wel. En dat we ons bezighouden met de maaltijd. Dat we ons bezighouden met onze woning, met ons werk, met ons gezin. Dat hoort allemaal bij het gewone leven. En de Heere houdt van gewone mensen. Laten we dat in de eerste plaats onderstrepen. Maar als dat nou het enige is wat we tegen elkaar zeggen, gemeente, dan hebben we wel een heel arm leven. Die emmersgangers komen binnen. En ze zeggen niet tegen hen, tjoh, zijn jullie er ook alweer? Was het een lange weg? Hebben jullie misschien noodweer onderweg gehad of weet ik veel wat? Nee, ze hebben iets anders te zeggen. En dan komen we bij de tekst. Niet wat ze niet, maar wat ze wel zeggen. En dat is een belijdenis. En u kunt hem lezen in de Bijbel. Want er staat, de Heere is waarlijk opgestaan. Misschien kunt u dat dus onthouden. En als u dan vanmorgen, of morgenochtend, als u getrouwd bent, dan zegt u dat ook eens tegen uw vrouw of tegen uw man. Dan zeg je dat ook eens tegen iemand die u ontmoet. De Heer is waarlijk opgestaan. En dan zegt die ander misschien, waarom zegt u dat? Nou, daar heb ik gisteren in de kerk een preek over gehoord. En dat is zo belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste in ons leven. Zou zomaar kunnen, toch? Dat die ander denkt, hé, wat heeft die
iets opmerkelijks te zeggen. Dat is heel belangrijk, dat we die boodschap die we horen niet wegstoppen, niet het ene oor in laten gaan, het andere weer uit, maar dat die boodschap ook betekenis krijgt voor ons en voor onze omgeving. Te welke zijden? En wat is dan de inhoud van die levende belijdenis van de levende kerk? Ja, Jezus van Nazareth was gestorven. En Jezus van Nazareth, zo stond de Heer bekend, is weer opgestaan. De mensen noemden de Heer Jezus rabbi. Het Sanhedrin noemde hem verleider en soms een vraat en een wijnzuiper. Maar hoe noemen deze mensen nu de Heere? Lees maar in de Bijbel. De Heere. Hey. Mag je dan ook niet Emmanuel, mag je ook niet Jezus? Ja, dat mag allemaal, maar hier wordt die Heere genoemd. En dat is wel belangrijk, want wat willen ze daar nou in de eerste plaats mee zeggen, in die belijdenis? Heere. We hebben het Goede Vrijdag ook al gezien, hoe de moordenaar ook zei, Heere, gedenk mijner. En dat komen we wel meer tegen in de Bijbel, dat Jezus van Nazareth, die rabbi uit Nazareth, wordt Heere genoemd. En Heere, dat komt uit het Oude Testament. Zo werd God genoemd de Heere. Mozes zegt, als u niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. De Heere maakt zich aan Mozes al de Heere bekend. Jehovah, de ik zal zijn die ik zijn zal. De Heere, dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat is de God van het verbond, de God die trouwen houdt. Jezus is de Heere. Als je het leest vanuit het Oude Testament, hij is de Kyrios. Als je het leest in het licht van het Nieuwe Testament en van de omgeving, hij is de eigenaar. Hij is de eigenaar van zijn gemeente. En gemeente, jonge mensen, de Heere, de Kyrios, is waarlijk opgestaan. Dan wil die belijdenis eigenlijk zeggen, ja, er bestaat maar één God, hè? De rest is allemaal namaak. Er is maar één heiland. En er is er maar één die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En dat is deze heiland, deze zaligmaker. En is onder de hemel geen andere naam. Dat is het eerste wat die mensen zeggen. De Heere. En dan wijzen ze op de één zijn personen, dat hij de enige is die zondaren redden kan en zondaren redden zal. Kent u ook dat geheim? Thomas zei het, hè, na de opstanding. Mijn Heere, mijn God. Dat leert de Heere al zijn kinderen. Ze houden tenslotte maar één over. Het is deze heiland die dood geweest is en die leeft. Jonge mensen, dat is de waarachtige belijdenis die de Heere leert aan allen die hem vrezen. In de dood en in de nood van het leven blijft er maar één over en dat is Jezus de Heere. De centrale belijdenis van het Nieuwe Testament. Jezus is de Heere. Omdat alle tong zal belijden dat Jezus de Heere, de Kyrios is. De Heere, en dan komt mijn tweede element in die belijdenis, is waarlijk. Is waarlijk. Waarlijk, echt waar. Ze bedoelen daarmee dat hij echt is opgestaan. De Heer Jezus is niet door de discipelen uit het graf geroofd. De Heer Jezus is ook niet in hun gedachten opgestaan, geestelijk opgestaan of iets dergelijks. Nee, hij is waarlijk, echt waar opgestaan. Voor zijn dood had hij een lichaam. Een lichaam wat aan alle ellende en alle narigheid van de zonde was onderworpen, ontluisterd menselijk lichaam. En na zijn opstanding heeft hij een verheerlijk lichaam. Maar is wel echt opgestaan. Dat willen ze in de tweede plaats onderstrepen. De Heer Jezus is de enige
En in de tweede plaats, de Heer Jezus is ook de ware zaligmaker. Daar kom ik weer bij een heel belangrijk element in deze belijdenis, ook voor vandaag. Een heleboel mensen geloven in zichzelf. Andere mensen geloven dat er misschien allerlei wonderlijke dingen staan te gebeuren of weet ik veel wat meer. En weer anderen geloven dat als het nou op sterven aankomt, God is liefde tenslotte en komt met alle mensen wel goed, althans dat hopen ze. Gemeente, wij volgen geen kunstig verdichte fabels. We geloven niet in een evangelie waarvan we denken, zou het nou wel waar zijn en zou het allemaal wel echt gebeurd zijn en zo. Zou de Heer Jezus nou wel een echte zaligmaker zijn? Moet ik mezelf ook niet een beetje helpen en moet ik het ook vooral niet van mezelf verwachten? Helaas, die godsdienst kom je overal tegen. Hier komen we mensen tegen die zeggen, er is er maar één die ons waarlijk helpen kan. Hij kan het en hij wil het. Hij is een ware zaligmaker. En gemeente, vergeet dat nooit. Denk niet dat u iets kunt, want dat is bedrog. Denk niet dat de wereld iets kan, want dan bent u op een dwaalweg terechtgekomen. Er is maar één die u waarlijk kan helpen. Er is er maar één die uit de doden is opgestaan. Er is er maar één die kop van Satan heeft vermorzeld. Er is er maar één die zondaren zalig maakt. En dat is Jezus Christus de zalig maakt. En verder helemaal niemand. Dat is ook iets wat de Heer zijn kinderen leert. Dat alleen dat evangelie waarachtig behoud biedt aan zondige mensen. En de rest... Gemeente, we plakken er wat bij, we doen er wat af en we rommelen wat aan. Ik zeg het een beetje oneerbiedig misschien. Maar een mens is voortdurend geneigd om los te raken van de Heer en van zijn woord en van die zaligmaker. Bunyan in de Christen, dat tekent ons Christus. Zelfs nadat hij door de enge poort is gegaan, dat hij iedere keer afwijkt. Er is er maar één die waarachtig helpen kan. En die ene is... De Heere is waarlijk opgestaan. Hij is de enige zaligmaker. Hij is de ware zaligmaker. Opgestaan. Opgewekt. Ja, de Heer is eerst dood geweest. In de weg van zijn vernedering is hij gestorven. Heeft hij zijn leven gegeven tot een rantsoen voor velen. Dat was nodig. Want de straf op de zonde was de dood. En de dood moest worden weggedragen. En er is er maar één die die dood heeft weggedragen en dat is Jezus Christus de rechtvaardige. En dat heeft hij op het kruis van Golgotha gedaan. En daar heeft hij de volle zaligheid voor zijn kerk verworven. Maar hoe wordt die zaligheid nu mijn deel? Ja, daar kunnen we eens even over nadenken. Daar zijn ook allerlei verkeerde en afwijkende gedachten over. Sommigen denken, daar moet je je vooral niet druk over maken, want dat gaat allemaal vanzelf. Gemeente in het Koninkrijk der Hemelen gebeurt niks vanzelf. Anderen zeggen, nou ja, als ik netjes leef, dan zal het wel in orde komen. Gemeente, de hel ligt vol met nette mensen. Maar die hebben één ding vergeten, dat ze zelf goddeloos waren. En dat God goddeloze mensen redt. Ja, maar hoe dan? Opgestaan. Wat is dat eigenlijk, opstanding? Ja, opstanding. Nou, dat lezen we toch in de Bijbel, dominee? Jazeker, dat lezen we in de Bijbel. Maar wat is opstanding? Als we nu hier bij de dode weg, er is een begraafplaats, we daar naartoe gaan en we gaan bij zo'n gras staan en er komt iemand uit. Wat zeggen we dan? Nou, dat kan niet. Nee, dat kan ook niet. Dat is een wonder. Hoe komt die belijdenis tot stand? Die komt tot stand en die is gericht op die ene naam. Die is gericht op de waarheid van die ene naam. En die belijdenis komt tot stand door die opgestane zaligmaker. Dat is het wonder van Gods ontferming. Dat God een zondaar opzoekt en wederbaar tot een levende hoop.
En dan wil die opstanding nog iets zeggen. Want in zijn vernedering en in zijn dood heeft de Heer de zaligheid verworven. En in zijn opstanding past hij toe. Dominee Hellebroek zegt, de Heer Jezus is een middelaar van verwerving en toepassing. Dat ligt dus allebei in zijn hand. Verwerving en toepassing. Wat heb je dan nodig? Voor het eerst en opnieuw. En wat is blijvend nodig? Dat die zaligheid voor mij is verworven. En dat die zaligheid aan mij wordt toegepast. Elke keer weer opnieuw. En weet u wat dan het wonder is van die belijdenis? De Heer is waarlijk opgestaan. Dat hij een volkomen zaligmaker is. Die de zaligheid verwerft. En die de zaligheid toepast. En dat doet hij alleen. En dat doet hij volkomen. Door zijn geest. Die in ons werkt. Kent u ook dat geheim? Dat u niet de enige. Niet de waarachtige. Maar ook die volkomen zaligmaker heeft ontmoet. Alleen in hem ligt het leven. En buiten hem is er eigenlijk helemaal niks te vinden. Opdat niemand zou ontkennen dat het alleen in Christus ligt. Opdat alle tong zou belijden dat Jezus de Heer is. De belijdenis van de levende kerk. De Heere is waarlijk opgestaan. Het ongeloof haalde de schouders overop. En het geloof valt er bovenop. En dan voegt de tekst er nog iets aan toe. En is van Simon gezien. Hey. De Heer is opgestaan. En nu is het allemaal blijdschap. Nee, en is van Simon gezien. En zij vertelden, vers 34, geen hun op de weg geschied was enzovoorts. Waarom staat dat er dan op bij? En is van Simon gezien? Ja, dat heeft in de eerste plaats natuurlijk te maken met de situatie waarin die gemeente zich daar bevindt. Er is gestorven, ze zijn in verwarring. En toen, dat kunnen we lezen in vers 12, is Petrus naar het graf gegaan. En toen is er wat gebeurd. Paulus komt er later in Korinthe 15, vers 5 ook op terug. Want daar schrijft Paulus in Korinthe 5, vers 5, er is van Cephas gezien. Simon, Petrus, dat is Cephas, dat is dezelfde hier. Hè? Simon of Petrus. Wat is daar gebeurd? Nou, we weten dat de Heer na zijn opstanding is verschenen aan Maria Magdalena. Dat is de eerste vrouw. Daarna aan de vrouwen. En wie is nu de eerste man waaraan de Heer is verschenen? Nou, dat is Petrus geweest. Petrus? Ja. Waarom niet Johannes? Of waarom niet aan Thomas? Nee, waarom nu aan Petrus? Ja. Dat is wel even om over na te denken. Want er was op donderdagavond in de richting Goede Vrijdag wel wat gebeurd. Ook in het leven van Petrus. Gods kinderen worden zeker zalig. Maar dat betekent nog niet dat het geloof altijd functioneert in het leven van Gods kinderen. En dat ze niet voortdurend van de weg kunnen afdwalen. Dat kan namelijk wel. En we weten uit de Bijbel dat Petrus van de goede weg is afgedwaald toen hij de Heer Jezus verloochende. En wat is er toen gebeurd? Toen is de oefening van het geloof opgehouden. Toen heeft hij zijn geweten zwaarlijk beschadigd. Toen was het gevoel van de genade verdwenen. En toen ging hij daar weg, bitterlijk wenende. Dat is er gebeurd. En we zijn nu 3 dagen verder en die zaak is nog niet opgelost. En Petrus kan dat ook zelf niet oplossen. En nu is de eerste aan waar de Heer verschijnt, Petrus. De eerste man. Maria Magdalena, de eerste vrouw, dat was de eerste. En daarna de eerste man, Petrus. Dus niet Johannes, niet Thomas, nee, Petrus.
En in die ontmoeting heeft de Heere als ware Petrus weer opnieuw in de genade bevestigd. De genade is onverliesbaar, de zaligmakende genade, maar die heeft het weer opnieuw als het ware in bevestigd. En hoe zou dat nou gegaan zijn? Wat denk u? De Bijbel vermeldt er verder niks over. Hè? En daarom is de Bijbel, daarom denk ik dat er eigenlijk niet zoveel gezegd is. Nee. Toen Petrus de Heere verloochende is er ook niet veel gezegd. Toen heeft de Heere hem alleen aangekeken, meer niet. En de haan kraaide. En nu heeft de Heer Jezus Petrus opgenomen, de levende. Wat denk je? Ik denk dat de Heer Petrus heeft aangekeken. Met diezelfde ogen. En ik denk in de tweede plaats dat hij zijn handen heeft geopend en zegt, kijk maar. En wat zag Petrus? Twee doorboorde handen. En is van Simon gezien. Het heeft misschien net als Thomas zijn handen erin gelegd. Je zou zomaar kunnen denken dat hij toen heeft gezegd, of wat er in de Bijbel staat, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Zo heeft Simon de opgestane heiland gezien en is van Simon gezien. Wat betekent dat? Hij heeft zich aan Petrus bekendgemaakt, geopenbaard als de opgestane en... Toen is dat geloof van Simon weer levendig geworden. En daar gaat het me eigenlijk om. Wat is nou de wortel van die belijdenis? Die wortel van die belijdenis, dat is inderdaad dat Petrus met zijn gewone ogen de Jezus in zijn opstanding heeft gezien. Maar in die ogen van de heiland en in die ogen van Peter kwam ook geloof mee. Werd de oefening van het geloof weer opnieuw gaande. En heeft hij nu de boorde handen, zijn heiland en zijn zaligmaker gezien. En heeft gezegd, zulke kennis mijn liefste oog uit dochteren van Jeruzalem. Wat is de wortel van die belijdenis? Dat is niet het verstand, dat is niet het gevoel, maar dat is het levende geloof in de opgestane zaligmaker. Vandaar dat er een staat van Simon is gezien. En wat is dan dat levende geloof? U weet, gemeente, geloof wordt geschonken als gave, maar wordt daarnaast ook beoefend. En in die oefening zit hoger en lager, daar zitten tijden in dat meer en minder is enzovoort. Dat is wisselend de oefening van het geloof. Kunt u allemaal nagaan bij de Bijbelheiligen. Toen David met Batseba zondigde, was de oefening van het geloof niet aanwezig. Later of eerder, toen hij bijvoorbeeld Goliath versloeg, toen was de oefening van het geloof krachtig. En nu zien we hier van Simon gezien. Dan wordt het geloof weer krachtig. En Peter zei, ik heb de Heere gezien. En wat heeft hij dan gezien? Wat ziet de kerk in de Heer Jezus Christus, in zijn persoon? Het oog des geloofs ziet zijn bloed. Woorden handen. En dat bloed reinigt van alle zonden. Er staat in de schrift, wanneer ik het bloed van de zaligmaker zie, dan zal ik aan u voorbij gaan. Dat bloed is het enige middel waardoor de zonde wordt weggenomen. Ook die zonde weer van Petrus, ook die diepe val, gewassen en gereinigd in zijn bloed. Het oog des geloofs ziet zijn persoon en zijn geest. Want alleen door zijn geest blijft een zondaar staan. En alleen door zijn geest zullen ze volharden en anders niet. De geest en de bruid zeggen kom en die het hoort, zeggen kom en die wil komen. En nemen van de wateren des levens om niet. Het oog des geloofs ziet in de middelaar
Zijn onwankelbare trouw, want bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar uw goede tierenheid zal niet wijken. Ik ben met u lieden, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. En dat is het geheim van het functionerende geloof. Dat zie je bij de herders, dus bij de kribbe staan, en kindjes. Dat zie je bij Zacchaeus als de Heer Jezus uit de boom haalt. En zegt, haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis zijn. Dat zie je bij Thomas na de opstanding als hij uitroept, mijn Heere, mijn God. En dat zie je ook hier weer opnieuw. En is van Simon gezien. Het ware geloof, geliefden. Jongelui, ook voor jullie. Daar gaat het tenslotte om. Dat die belijdenis een inhoud heeft en dat hij zijn grond vindt in dat ware geloof. En wat is het ware geloof? Lees zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. Vraag en antwoord 21. En ik vat het heel eenvoudig samen. Het ware geloof is niet dat we iets voelen. Het gaat wel met gevoel gepaard, maar niet dat we nou primair wat voelen. Het ware geloof is ook niet dat we een beetje hebben nagedacht over de Bijbel of dat we veel weten van de Bijbel. Dat is op zich nuttig natuurlijk. Maar het ware geloof dat is dat we de Heer Jezus persoonlijk kennen. En dat we in de nood van ons leven op de Heer Jezus alleen vertrouwen. Hem te kennen, op Hem te vertrouwen, dat is het leven. Dat is het leven des geloofs. En dat is het leven waarvan de schrift zegt dat het de wereld overwint. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. Amen.